Je kunt altijd beginnen. Er is altijd de mogelijkheid om te beginnen. En waarom is er altijd de mogelijkheid om te beginnen? Omdat je ook altijd begonnen bent. We kunnen het allemaal. Dat is telkens en telkens opnieuw, denk ik, het uitgangspunt van die onwetende meester. Is eigenlijk, we gaan uit van, je bent in staat tot. Altijd en altijd opnieuw. In plaats van te vertrekken van, jij bent niet in staat, want... Nee, het is precies altijd het omgekeerde. Tegen de orde in die u eigenlijk een bepaalde positie toewijst, door te zeggen van, ik heb een test gedaan en door die test weet ik dat jij daar bent en dus dat jij dat soort... Nee, eigenlijk wat de onwetende meester doet, is eigenlijk altijd opnieuw subversief zijn ten aanzien van die orde die u een bepaald talent, zou ik zeggen, toewijst op grond van wat er vooraan vooraf ging. De onwetende meester vertrekt in zekere zin altijd opnieuw. Je kunt altijd beginnen. Er is altijd de mogelijkheid om te beginnen. En waarom is er altijd de mogelijkheid om te beginnen? Omdat je ook altijd begonnen bent. En het simpelste, meest simpele voorbeeld dat hij geeft, maar voor mij het meest overtuigende, is iedereen van ons heeft op een bepaalde manier, of tenminste, laten we zeggen, zeer veel van ons hebben de moedertaal geleerd. En die moedertaal hebben ze precies op die manier geleerd, namelijk door te proberen. Vanuit niks. Niemand heeft de moedertaal geleerd, omdat ze ons uitgelegd hebben wat het een moedertaal is. Hè? En eigenlijk gaat het altijd over, bij de onwetende meester is dat ook zo, het gaat altijd over een soort mededeling. Altijd alles is een soort mededeling. En als het een mededeling is, betekent, jij kunt daar iets van maken en ik kan daar iets van maken. We kunnen daar allemaal iets van maken. En dat moet het startpunt zijn. En daar kunnen we beginnen. Dat wil niet zeggen dat we er allemaal hetzelfde aan gaan maken, maar we kunnen er allemaal iets mee doen. Het uitgangspunt is van, wilt je spreken? Dat is het uitgangspunt. We accepteren, ik wil spreken en jij wilt spreken. Ik wil meedelen en jij wilt meedelen. Dat is het uitgangspunt. Dat er altijd iets te zien valt en dat je daar altijd iets mee kunt doen. Wij zijn eigenlijk vaak geneigd precies om dat altijd op een bepaalde manier te ontkennen. En dat ontkennen betekent eigenlijk van ons, hoe moet ik zeggen, van eigenlijk onszelf niet au sérieux te nemen. Van onszelf niet ernstig te nemen en ons altijd achter een zeker weten enerzijds te verschuilen of anderzijds naar een weten te zoeken. In onze eigen ervaring... Maar in een niet-triviale zin bedoel ik dat, onze eigen ervaring niet als serieus te nemen. Onszelf te vergeten, zou je kunnen zeggen, om nu de woorden van Lancière te gebruiken, te vergeten dat we zelf kunnen zien en zelf kunnen denken. Dus er zijn veel manieren waarop je kunt wegsteken, ook als docent of als... Dat is heel veel manieren. En dus je moet zelf zoeken naar manieren om kwetsbaar te kunnen zijn. En het is niet voldoende om te zeggen dat je het wilt zijn. Het is net zoals open zijn. Mensen zeggen, ja, maar ik ben heel open. Maar het is niet genoeg van te zeggen, ik ben heel open. Zo werkt dat niet. Om heel open te zijn, daar moet aan werken. Enfin, aan werken in de zin van vooral condities creëren waarin dat je zelf zwak staat. Als je zelf zwak staat, dan ben je kwetsbaar. Maar dat betekent dat je beslissingen hebt genomen, bijvoorbeeld, van te zeggen, ja, kijk, ik ga het u niet kunnen uitleggen. Dat je een aantal risico's neemt, waarbij dat je echte risico's neemt. Dat je zegt, oké, ik plaats mij daardoor in een soort situatie dat ik het niet echt onder controle heb. Maar dat maakt mij precies scherp. Als je u daaraan overgeeft, dat wil zeggen, als je eigenlijk dat niet weten wat je gaat doen aanvaardt, dan kan er effectief iets gebeuren. Als je eerst altijd wilt weten wat er gaat gebeuren, gebeurt er nooit niks. Dus het is een soort van, ja, dat is zeer simpel op een bepaalde manier, maar eigenlijk betekent dat eigenlijk dat een aanvaardende houding een zeer cruciaal iets is. Dus een aanvaardende houding wil eigenlijk zeggen dat je... Een aanvaardende houding wil niet zeggen een soort berustende houding. Aanvaarden is niet berusten. Aanvaarden betekent eigenlijk dat je elke verwachting opgeeft. Dat je een verwachting opgeeft. Dus dat je in dat opzicht openstelt, maar dat je de situatie in eerste instantie accepteert.
gewoon accepteert zoals ze is. En wij zijn geneigd, zeker in de pedagogiek, was dat zeer gebruikelijk en is dat vandaag misschien nog altijd zo, van altijd een beoordelende houding aan te nemen. Het is goed of het is slecht, of het zou moeten goed zijn, of je zou het beter dit, of je zou het beter dat. Dat betekent dat is dus altijd vertrekken van het niet aanvaarden. Het is altijd meteen een soort oordeel uitspreken. Terwijl ik denk ondertussen dat de echt interessante houding is de houding waarin je al dat soort dingen opschort. En opschorten betekent de situatie aanvaarden. Is het opschorten van het oordeel. Het niet oordelen. Ik denk dat het een soort situatie is waarin je effectief eigenlijk niet weet wat er gaat gebeuren, maar dat je accepteert. En waarin je bereid bent om je te laten raken door wat er gebeurt. Om echt te kunnen veranderen, moet je bereid zijn om je over te geven aan iets dat je kan veranderen. Houdt ook in dat je die controle, dat je bereid bent om die controle in zekere zin op te geven. Maar het is zeker wel zo dat ik inderdaad denk, en dat is ik vind dat voor mijzelf is dat een heel proces geweest, en is dat nog altijd, dat lukt nog altijd niet goed, vind ik. Je vervalt heel gemakkelijk in de houding van les te geven. Allee, les te geven in de zin van uitleg te geven. Dus van een soort uitleggende positie in te nemen, terwijl ik denk dat je ook over dingen kunt vertellen zonder in die uitleggende positie te moeten komen. Maar ik denk dat dat niet gemakkelijk is.